Dit oprecht alles wat ik van je heb gekocht. Welkom bij de Makkers! Vandaag is het Vaderdagsdag! En deze twee gaan met elkaar zoenen. Zoenen! Er zit een kandelaar in de weg! We gaan cadeaus aan elkaar geven vandaag. Zo. Ben jij mijn Valentijn? Er zijn er heel veel. Mag ik wel even objectie. Gewoon vooraf? We hebben geen schone borden, jongens. Er zit echt geen goede plek! Maar, ik heb voor jou twee cadeautjes gehaald. Wil jij beginnen met groot of met klein? Klein beginnen. Is die ook wel gewend? Kun je small doen? Aperitief. Leuk, hè? Leuk. Het is Valentijn, die mocht uitsnelt het ook. Oeh! Oh, dit is mijn maaltijd. Zo zou je het kunnen zien. Ik vind wel dat je het leuk hebt gepakt. En daar heb ik heel veel moeite in. Jezus, ze proberen dat te daten! Zo, ga maar door. Oké. Okay. Oh, een mok. Oh. Oh. Oh, wat lief. De gedachtegang was, omdat jij zo'n groot fanatiekeling bent van Max Verstappen en super Max, 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 super Max, Max. Ik heb wel Max, echt Max. Voor de eerste keer voor de gekeken. Oh, echt? Ja. Nou, bakje pleur erbij. Ben je klaar voor het hoofdgerecht? Huh? Ja. Oké, okay, het hoofdgerecht. Oh. We hebben heel netjes ingepakt. Zo. Als het Messi is, loop ik weg. Het is een fiets. Zo'n boek. Ik heb trouwens geen cadeau voor jou meegenomen. Dat vind ik heel een. Oké. Je gaat nog wel op. Beetje disrespect. Dit is mijn boekbespreking. Wat is het? Alles wat je moet weten over scheten. Yes! Laat de scheet, Duncan. Nou, scheet. Ja, nee, ik heb echt gisteren gevoeld. Bro, ik heb het ook gewoon echt. Je ruikt in mijn oor. Geef nu een feitje! Een rugje in het oor geeft beter gehoor. Ik heb een goede bladzijde. Een cameratas. Ik heb het niet ingepakt. Ze zeiden nog, pak het nou in. Ik heb het ook niet gedaan. Ja, maar ingepakt in een tas. Je moet wel even je ogen sluiten voor deze. Niet in de kaars, gast! Handje ietsje naar boven. Geef hij ze niet. Zo. Cute. Cute. Oh. Ogen mogen open, ogen mogen open. Mie kiss. Zoen hem! Zoenen! Oh. En ik heb een speciaal cadeautje voor je. Daadwerkelijk eten, leg er deze maar in. Zijn dat punaises? Dit zijn Harry Potter beans. Smekkies in alle smaken. Is dat beanboezel? Beanboezel. Neem het even eentje. Ze gaan de beanboezel challenge. Ook voor 2015. Het is eigenlijk gewoon de beanboezel challenge, maar dan met heel veel branding. Ik wil een close-up op linkse oorsmeer. Wat een goor ding. Het ziet er wel ook echt uit als oorsmeer. Het is trouwens echt, hè, deze. Het is niet zomaar nagemaakt. Dit is gewoon een bonk oorsmeer. Bijna, bijna, niet. Kom hier, schat. Oh. Nee, dit is fucking ranzig. Kom hier, schat. Neem een hapje. Het is... Niet terug. Als je vooraf... Oh, gadverdamme. Oh, Link. Zou die gaat echt mis. Ja. Oh. Ik kreeg kots. Joost, we doen geen petten op aan tafel. Ja, Joost, nee, we zitten in een netjes restaurant. Joost! Geef Joost! Nee, geef anders jouw hoofddeksel. Hij wil gewoon graag een hoofddeksel. Nee, niet doen. Nee. Oh. Panda. Ja, dat was de enige die we hadden. Oh, wat lief. Hier. Oh! Oh, ik word er heel zeker. Heel raar. Ik heb altijd van je gehouden. Ach, dat weet ik niet. En ik weet dat je over heel veel dingen onzeker bent. Oh, is de pet? Joh! En een van de onzekerheden zit hierin. Ah, wat leuk. Eindelijk een grotere pik. Ah, er zit een cadeautje in de pik. Jemig. Meerdere verwend hier ook. Oh, jezus, wat nou?
Ik weet dat je onzeker bent over je hoogte. Dus nu ben je wat hoger als je gaat staan. Een frozen squatty potty! Kijk, was dat een review te zien in deze video, Joost? Nee, dat is gewoon een verhogingje voor kinderen, is dat gewoon. Kijk uit voor die kazen, Joost! Zo, hij werkt goed, Link. Ik werk niet, Joost. Hij werkt heel goed. Bro. Hey, Joost, ik hoop dat jij verzekerd bent hier, hè? Ik heb geen aansprakelijkheidsverzekering. Joost, ja. Je, eigenlijk je tweede cadeau. Ah. En dit is eigenlijk het beste cadeau. Hoppa, jongen. Joost, ja. Ik weet dat je groot fan bent van de videogame Halo. Halo 3. En aangezien je lievelingsminigame is, dat ik die moet je hebben. Yes! En zo is het dat sinds deze maand de game niet meer speelbaar is. Ze hebben inderdaad alle servers gesloten. Hij kan wel de campaign spelen nog. Hell yeah, nu heb ik hem twee keer. Dankjewel, Link. Alsjeblieft. En Joost, ja. Nog meer onzekerheden van je. Ja. Ik merk dat je er heel veel moeite mee hebt, dus hier heb je je eerste trofee. What the fuck is dat? Een onblaas trofee, omdat hij nooit op een wint. Oh, dat is een leuk kanaal. Goed kanaal, yeah. Nou, eindelijk een keer eerste, jongens. 1 hour later. Nou, Link. Je allereerste trofee. Wat Log me nooit kon geven. Geef ik jou wel. Dankjewel. Ik heb het van je afgenomen en je teruggegeven. Dat is lief. En als allerlaatste. Je bent wel verwend, Link. Daar hou ik van, Joost. Vind je wel verwend. Is je laatste angst overwinnen. Je grootste angst. Wat is dit? Tikken naar Istanbul. Een appel! Een appelschiller. Dus eerst verwen je me, nu vermoord je me. Gast, wil je me dood hebben? Ja, maar jij zei dat je niet kon eten als het niet de stukjes was. Dus ik dacht, ik geef hem een item waarmee je de stukjes kan hebben, zodat je het kan eten. Oh, zo, die dat is nog best een set. Hij gaat dood! Hij gaat dood! Ik hoop dat jullie allemaal CPR kunnen. Nee. Dankjewel, Link. Alsjeblieft. En ik ga weer. Doei, Link. Hoi. Hi, Pascal. Welkom. Mag kijken. Jij mag kijken. Hey, welkom op ons bed. Hey, cutie. Hey. We zijn natuurlijk al... Moeder van Hansen! Hij pakt ook een mes. We zijn natuurlijk al 3 seconden samen. Dat is waar. Krijg ik een appelbord, ja? En je weet hoeveel ik van je hou. Dus ik heb al mijn liefde geuit een mooi kaartje voor je. Nee, Pascal, Pascal, stop nou niet. Hij brandde niet. Hij brandde niet. Hij moet iets langer. Nee. Ah. Nee, doe het! Dat is de hele moed. Lees even voor wat ik op heb geschreven. Oh. Pascal, scherpe kaas. Scherpe kaas. Wat is een scherpe kater? Ja, wat is een scherpe kater? Jezus, tegen. Oh, Jezus, gast. Hij lijkt wel een pizzadoos. Nee, dat is mooi. Dus even op, gast. Oh, Jezus, kanaai. Wat staat er op de voorkant? Wat staat er op de voorkant? Ik hou van jou tot aan de... Maan. Maan. Ik wil graag een biefstuk. Medium well done. De menukaart. Jokes on you, we gaan eten. Je hebt wel een leuke tekening, moet je kijken. Jongen. Dat zijn wij, hè? Hey Pasco, fijne Valentijnsdag. Trouwelijk wacht voor Valentijnsdag, maar dat maakt niet uit. Fijne Valentijnsdag. Je denkt vast, waar de fuck is mijn cadeau? Inderdaad. Ja, maar die zit in je broek, hè? Ja. Nee, van nou. Ja, lekker niet. Ja. Helaas moet ik je hart breken. Kijk, gebroken hart. Dat is voor de grap, om de grap even aan te dikken. Okay. Ik had echt die lolly en ik dacht echt van... Bam, bam, bam! Ja, dat is voor de... Ja, ik snap je puntlijn! Lees verder dan! Nee, niet gooien! Bro! Dat is wel lekker. Nee, dat is fucking plastic! Nou, helaas moet ik je hart breken en zeggen dat ik wat meer tijd nodig heb. Sorry. Dus je krijgt het cadeau volgende opnamedag. Je hebt gewoon niks gehaald. Dit oprecht alles wat de fuck je hebt gekocht? Ik heb nog een chocolade voor je. Je bent gewoon letterlijk naar de fucking supermarkt gegaan. Ik heb 2 weken van tevoren. 2 weken heb ik die stiktijd gegeven. En jij komt met fucking. Een fucking kaart. Wat een mooie kaart. Nee! Fuck jou! Kut kaart! Dit is letterlijk een hele kaart! Ze hebben de kaart uitgegeven. Ze heeft waarschijnlijk meer uitgegeven dan Duncan net heeft uitgegeven. De kaart was echt 15 euro! Oh, sorry.
Maar ik heb gewoon de tekening kapot gemaakt. Wat is de conclusie? Lees het nou verder. Sorry, love you, XO. Nee, en de kijkers. En voor de kijkers, in een andere video op onze OnlyFans. Nee, de cadeau is namelijk zo groot dat ik letterlijk een hele video mee kan vullen. Jullie gaan het binnenkort zien, kijkertjes. Oké, pak. Maar nu voelt me lullen. Kutzooi. Hey, Scootie. Fuck is mijn vork? Ik had nog een cadeau voor je, Link, hier, een iPhone 13. No way! Jongens, ik zie die godverdomme op een D! Ja! Echt een iPhone 13? Doe alsof bij zijn zijn. Jij hebt een rol, jij doet met zo'n kut kunnen raken op onze anniversary. Hey, schat. Hey, Cutie. We zijn nu al 4 jaar samen. Onze eerste Valentijn die we echt vieren. Je merkt wel dat ze allebei single zijn, zeg maar. Ja. Dit is niet hoe het gaat. Dit is wel hoe het gaat en bemoei je er niet mee. Alleen kaart. Kunnen jullie even door? Jongens, hey, en een lolly en een reep, hè? Laat me nou mijn fucking... Je moet me één ding beloven. Oké. Okay. Ik beloof het. Dat je het nu gaat gebruiken. Wat ik je nu geef. Beloof het. Ik beloof het. Oké, okay, dankjewel. Ogen dicht. Ja, ogen dicht. Handen op. Oh nee. Omdat je zo'n engeltje bent. Oh. Ik heb een pakje gekregen. Moet ik die nu aandoen? Ja. Ja, dat was het idee. Dat was mijn... Help Pascal me aankleden dan, want ja, dat is wel romantisch nu, hè? Oh, ja hoor. Second base. Hebben jullie even een kamertje nodig? Ja, we hebben een kamertje ja, nodig. Hoor. Ja hoor. Ik kan mijn bank uitklappen, dan wordt het een bed. Ja. Oh, echt? Ja. Sick. Oh, nou voor jou. Nee. Oh, is dat de chocola? Ja, dat is voor jou. Voor jou. Oh, met ziet het. Zet. Oh nee, doe dat niet! Kots? Kots? Is deze lekker? Wat is de overheersing? One hour. Dames en heren, ik presenteer jullie de enige echte, het is een echt engeltje, Ronald Fladder. Yo! Hallo. Je moet hem gewoon in zijn volledigheid blurren, dat kan niet! Ja, volgende cadeau Nee. Sorry, Bram, voor het... Nee, jij zorgt er nu voor dat hele kutvideo niet... We gaan dan ook niet kijken! Ik heb een... De vrouwen waren op. Gast, hij ligt dus... bijna op het bord. Nee, er moeten nog mensen eten. Mag ik hem even onder tafel? Zie je al een... Die fucking zon. De hele tafel gaat omhoog, joh. Gezien je al een tijdje single bent. Ja, ja. De vrouwen waren helaas op. De vrouwen waren dus op. Dus ik kon alleen nog deze bestellen. Dit is Kevin. Voor de wilde nachten. Voor de wilde nachten. Voor je, speciaal voor jou. Maar mag ik wat vragen? Ja. Jij bent toch zijn date? Waarom zoek je vervanging voor jezelf? Omdat ik geen zin meer in heb. Dus tegelijkertijd, ik maak een einde hier aan. Oh! Blaas één kaars uit! Nee. Oh. Weer een laatste kapot. Nou ja. Oh shit! Ik heb een heel mooi cadeautje voor je meegenomen. Met een IKEA bouwpakket. Ik weet niet of een gereedschap nodig is straks. Het is een pakket samen. Oh, het hoort bij elkaar. Het hoort bij elkaar. Het is zeg maar een setje. Ja, laten we beginnen met dit cadeautje. Okay. Het is heel erg romantisch. Sokken? Oh, zou het sokken zijn? Daar zou ik wel heel blij mee zijn met sokken. Oh, ik weet het al. Oh, ja, het poppenkast. De poppenkast. Oh, nee. Wat goed. De poppenkast. Ik mis wel Jan Klaassen. Ja, maar die was te duur. Ik had echt geen zin om nog meer te betalen. Oké, okay, ja, dat snap ik. Wanneer die hele poppenkast krijgt. Kost al 70 euro, meneer Chocola. Ja. Wacht maar, Ronald. Wacht maar. Ik hoop dat je er blij mee bent. Nou, dat gaan we nog wel even zien. Ik hoop niet dat we hoeven te timmeren straks. Yo! Oh mijn god. Ja. Let's go! Oh my god. Jij kent mij, hè? Dat is ook echt iets voor mij, namelijk. Ik dacht, jij bent heel goed in improviseren. Ik vind dit leuk. Ik heb theaterschool gedaan. Je hebt theaterschool gedaan. Ik ben ook nat nu op mijn gebied. Speciaal hiervoor. Oké. Ik heb wel slecht nieuws. Er zitten wel schroeven bij. Auw! Oh, oh god! Harry Potter's dead! Oh, dat is zeg maar, je moet hier in midden. Dat is een soort van plankje bij je. Wij zijn de buren. Ik
Weet u niet door? Oh jezus! Je hebt nou het nooit gesloten! Waarom dacht jij ook dat dit nee. Oh, het gaat eigenlijk open! Gaat beginnen! Dit gordijn blijft alleen helemaal niet goed openstaan. Hallo, welkom! Hi! Hallo! Bij de poppenkast! Maar ik zie alleen maar zijn. Hallo! Doei. Hebben we hier nou net een fucking ding voor elkaar gezet? Gast! Dit is... Apprecieer nou gewoon het Hallo! Wat is dit? Hallo meneer Olifant! Zeg hallo tegen mijn vriend! Hallo tijger! Hallo! Hallo tijger! Hallo! Ik dacht dat we meer content gingen maken voor... Hou even je bek! Hou even je bek! Ik kan er ook uit! Zeg hallo tegen mijn vriend! Hallo! Hey! Ha! Heer Bes! En ik heb hier ook nog iemand die Het zegt gewoon 70 euro in de prullenbak. Hallo! Hallo! Hallo, ik ben... Hallo! Waarom is je nek er niet? En je van de bul op? Op een dag kwam de giraf leuk aangelopen, zo. En hij was heel kort nekkig. Ik weet ook niet waarom ik geen nek heb. En toen ineens... Oh, wat een geloof! Uit de show! Oh nee! Oh nee! Hij is dood! Dus hier zijn we echt gewoon een kwartier mee bezig met okay. Oh nee! Oh, voor dit cadeau moesten de kaarsen uit. Dom, we hebben hier cadeaus gezien. Die kaars was scheef. We hebben hier appels gezien. Ja. Halo. Potjes. Ja. We hebben hier poppenkast gezien. Pakjes. Pikken. Mijn cadeau is alles bij elkaar. En beter. Je hebt geen cadeau, hè? Echt niks. Je hebt een kaart. Ik heb het beste cadeau. Hij heeft niks. Ja. Kijk, de camera in de ogen. Ik heb het beste cadeau. Oké. Dus ben je er klaar voor? Het is speciaal voor onze vriendschap voor en ons? Onze liefde. Dit is heel naar. Dus ik ga het er nu bij pakken en ik weet zeker dat jij het top vindt. Dat is wel fijn. Dat vindt hij fijn, ik ken hem, hè? Ja, dat vind ik wel fijn. Jezus! Nou, dit is waarom de kaars uit moesten, ik snap het niet. Zo, kijk eens, Don, alsjeblieft. Wij zijn nog gewoon niet meer zichtbaar nu. Hallo, achter. Het is een perfect cadeau en je kan het zeg maar. Het is voor long-term use. Ook een poppenkast. Hallo, mooi. Vasthouden? Graag. Ja, ik wilde net aan je vragen. Zo is het zo. Wacht maar. Het is nog moeite Don heeft om er wel uit te komen. Godverdomme. Wacht even. Mooi gezicht. Wacht even. Geef jezelf grip. Oh. Ah, wat kut. Wat is dit? What the fuck is dat? Het is een rollator. Ik wist niet dat ze deze in dozen verkopen. Ik dacht dat ze moet je bij het ziekenhuis opvragen. Dan deze schroevendraaier. Ga maar aan de bak. Is dat een tering duur? Ik weet niet, hoe duur is het? We hebben het niet over de... Oh. Ga zo even naar buiten, Dom. Ga zo wel even naar buiten. Kijk, geen grafstenen. Maar Dom, dit is gemaakt voor oude mensen. Het moet je lukken. Zo kan Dom ook zitten. Dit is Dom zo meteen, jongen. Dit is Dom die aan het boodschappen doen is. En dit is Dom die is overleden. Ja. Oh. Hoppa. Nee, wacht. Dit beugel. Ja, dat komt op. Waar moet het mandje? Je moet eronder hangen. Mandje hangt onder het zitvlak. Heel mooi. Zo, dat ding moet je even indrukken. Oh, perfect dit! Dit is echt top! Nou joh, daar gaan we! Don, take it away! En de count. De count.
Oh, meer hoor. Nee, ik. De shit. Oh nee. Help. Help me, jongen. Je doet al. Help. Ja. Ja, dat. Nee! Niet naar het licht om. Daar hangt daar ook nog wat los. Ja. Hij houdt het. Oké, okay, nu ben je dus moe en nu moet je even zitten. Doe een ollie. Nee, je gaat even zitten. Nee. Ik kan niet sturen, help. En? Het is eerlijk gezegd. We zullen genieten. Abonneer!